Welkom bij Bovar. Vandaag laat ik jullie zien hoe jullie deze trapleuninghouder kunt vervangen voor deze trapleuninghouder. We hebben twee verschillende soorten trapleuninghouders. We hebben een schuine opschroefbare variant voor houten achterbanden die je kunt afwerken met normale schroeven. En daarnaast hebben wij een platte variant die geschikt zijn voor montage aan een stenen of betonnen muur. Hiermee wordt vaak gewerkt met een draadeind of een M8 kelbout. We gaan nu beginnen met het verwijderen van de oude trapleuninghouders. We gaan nu de nieuwe trapleuninghouders plaatsen. Deze gaan we plaatsen op de oude trapleuning. Omdat we de oude hebben verwijderd kun je precies de gaten zien. En hier gaan we dus in schroeven. Voor het bevestigen van de trapleuninghouder aan de oude trapleuning gebruiken wij de spraanplaatsschroeven 3,5×25 zwart. En voor het bevestigen van de trapleuning aan de muur gebruiken wij de spraanplaatsschroef zwart in de maat 4×30. Voor het bevestigen van deze trapleuning maak ik gebruik van een sluitring en een dopmoer M8. Vervolgens draai ik hem aan met de sleutel. Wij hebben nu simpelweg enkel de trapleuninghouders vervangen. Maar ga je nou de hele trap vervangen, inclusief de houders, houd er dan rekening mee dat de houders 90 cm boven de traptreden wordt geplaatst. Naast de platte variant hebben wij ook een ronde variant voor de trapleuninghouders. Wilt u meer weten of bestellen? Kijk dan op bovar.nl/trapleuninghouders. En onthoud, Bovar bevestigt het keer op keer.